Wij zijn aangekomen in de Bell Tower. Ja. Waar doperwten zijn. Een stuk vlees. Een goed stuk vlees. Ja. Wapentuig. Oh, ik ga even hier die gapen weer. Maar niet een uit. Oh, hey. Oh. En daarbij een boventje moeten maken. Ja. Andere kant op. Een stoel valt eruit. Het is niet dat ik dacht dat er ging gebeuren. Geef looproute. Overspringen werkt niet, hè? Dat hebben we al eerder geprobeerd. Oh. Het werkt nu wel. We zijn boven de toren. In de Bell Tower, daar moeten we naartoe. Geef plant. Oh, daar is dat de airschip. Ja, airschip. Oh ja. Ergste. Die zochten we. Wat is die nou? Kanonnen aan een luchtballon. Wat praktisch. Een W. Within a short time, the king's subjects had all moved away, except the giant. Ze vertellen ook steeds dat hij reus lui is. Yeah. Ik kan hier denk ik naartoe, maar ik weet niet of ik dat wil. Er liggen daar twee tosties. Waar is die reus nou dan? Dat weet ik niet. Oos. Er zit een flinke bel in dit huis. Hey. Daar gaat die reus wakker van worden. Niet als ik verwacht had. Zag je dat? Nee. Ik kan hier overheen, denk ik. Ja, dat is het. Manuel waved goodbye to the giant and set sail. But no matter how fast he went, the swan was always just out of reach. Yeah. And not for the first time that day, Monroe suspected he was being led somewhere. Precies. Then they flew into a cloud, and everything went black. They flew into a cloud, and everything went black. En zo komen we aan in Night Time, chapter 3. Waar wij, ja, in de... We komen bij de piraten. Ja, op dat eilandje. Ja. In de volgende video gaan wij in chapter 3 beginnen in de nighttime. Ja. Dus graag weer tot dan. Goed. Joe.